2016, nog steeds veel spreekbeurten. Ik ga naar Euromission Training Center Cornerstone voor de laatste keer. Ik heb opgeteld, ik heb daar 20 jaar les gegeven. Echt heel bijzonder. Maar het is ook goed om het weer los te laten. Ik doe nog steeds het seminar met Trace, daar ben ik mee bezig. En noodstop werken we toe naar 2 avondvullende uitvoeringen. En dat is best een hele klus om met een grote crew en cast op te trekken. Een lichte plan weer uit te schrijven. Het stuk is iets herschreven. Maar we laten nu wel wat beelden aan jullie zien. En dan... Verwacht. De prins op het witte paard? De prins op het witte paard? Nee, natuurlijk niet. Ach, Bootje. Grow up. Jullie beiden. Grow up. Perfect. Op jullie zo hebben. Ik zie uit naar een fantastische toekomst en naar een geweldige samenwerking. Dank jullie wel. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Ja, er moeten toch nog meer mogelijkheden zijn om het proces te vertragen naast de memantina die ze nu al slikt. En jij bent? Ik ben Willem van der Plas. Van der Plas? Ja. Ja. Hé, hey, maar daar kan je ook niet zoveel aan doen, hè? Nee, daar kan ik inderdaad niks aan doen, nee. Ik zeg altijd maar, een geintje moet kunnen. Als... er maar gewerkt wordt. Zeker, meneer. Absoluut. Zo, en ja, nee, ik weet je, ik ga nu weg. Ja, hou me wat apart. Hou me wat apart. Ja, dan ja, doe dat. Even kijken, ik wil Bo even bellen. Ik kan het zelf niet eens verstaan zo. Oké, lieverd. Kan ik ook even rustig kijken? Ja. Okay. Loop je niet te hard van stapel, lieverd? Nou, wat een onzin, Simone. Dat valt reuze mee. Slaat ze vindt dat ik te snel ga. Typisch Simone. Oké. Of heeft ze gelijk? Ik zag trouwens dat je echt een supermooie nieuwe profielfoto had. Echt heel leuk. Ik sta naar mijn reflectie in de spiegel. Waarom doe ik mijzelf dit aan? Ik verlies mezelf in de kleinste dingen. Ik ben bij mijn echte ik nu steeds verder vandaan. Nee, verlies niet wie je bent. Weet dat iemand jou kent. Nog komen. Het is niet erg om vertrouwd te zijn. De wereld lijkt hard en de dagen zo zwart. Weet dat je nooit alleen leidt. Iedereen heeft zijn strijd.
goed. Ja. Super, super. Shit, nee, niet goed. Oh. Wat moet ik nu tegen Simone zeggen? Mietje, ik durf ook nooit iets te zeggen. Trouwens, weet je hoe het alarm werkt met de code? Ja, ja, die code. Ja, ja, ja? Die weet ik nog wel. Ja. Okay. Wat was die code ook alweer? Ik durf het echt niet opnieuw te vragen. Zie dat ik verdwaald ergens in de tijd. Ben ik de algehele zin van het leven even kwijt. Zeg stop tegen de macht van je baas. Zeg stop tegen middelmatig en word rijk. Zeg stop tegen alle die je tegenspreken en take control. Wat een suffe titel. Suffe titel. Ja. Suffe titel. Dat is de biografie van Ed Bakker. Oprichter van 's werelds grootste bouwbedrijf, Toebeeld. Het is zo knap. Hij heeft echt vanuit het niets met zijn vrouw Martine een miljarden imperium opgebouwd. En wat zo fascinerend is, dat hij verantwoordelijkheid bleef houden van ieder facet van het bedrijf. Hè, als je het over een control freak hebt. En hij had ook gewoon een koers. En wat mensen ook zeiden, het deed hem niks. Al was de hele raad van het bestuur tegen. Je mag het wel lenen. Dat jij hier nog kan blijven. Papa is al een paar jaar aan het sparen om deze auto te kunnen kopen. En als het goed is, moet het eind deze maand lukken. Dat is de reden waarom we de afgelopen jaar ook niet op vakantie zijn geweest. Ja. Trouwens, ik vind het ook echt een merk voor succesvolle mensen, vind je niet? Weet je wie ook in zo'n ding rijdt? Ed Bakker. Papa heeft wel eens over hem verteld. Voor Vaderdag hebben jullie zijn boek Noodstop aan mij gegeven. En dat gaat dus over zijn leven. En Ed Bakker... Dat is echt een voorbeeld voor papa. Die was vroeger ook heel arm, maar door keihard te werken heeft hij een gigantisch bedrijf opgericht. En die is nu steenrijk en die rijdt dus ook in een BMW. Gaat toch goed zo? Nou, sorry Willem, maar ik ben er anders wel klaar mee. Dat je elke avond weg bent voor die paar extra rotcenten. En Tim zegt het wel niet tegen jou, maar die vraagt altijd aan mij waarom je toch weer weg bent. En wanneer je thuis komt. Nee, sorry, genoeg is genoeg Willem. Simone. Klaar ermee ben ik er. Simone, waarom doe je nou zo moeilijk? Oh ja, dan doe ik weer moeilijk. Ja, ja, je doet moeilijk. Simone, je weet hoe belangrijk dit voor me is. Je weet dat dit veel meer is dan alleen maar een auto. Ja. Waarom gun je me dit nou niet gewoon? Hier leef ik gewoon van op. Ik heb ook verder helemaal geen hobby's of zo. Ik vind dit gewoon schitterend. Ja. Kom nou eens kijken. Je hebt nauwelijks nog echt goed gekeken naar hoe mooi die eigenlijk is. Hier. Kijk eens wat een schitterend ding. Als ik hem inhaal. Je bent verschrikkelijk, Willem van der Plas. Ga maar heel snel voor ik me bedenk. Yes. Fijn, lief. Ik ga alleen kijken, hoor. Ja? Ja, ik ga alleen kijken. Gewoon een beetje oriënteren en zo. Oké. Zorgen om. En Willem denkt alleen maar aan die auto, dus ik kan het er niet eens even met hem over hebben. Nou, vervelend, man. Wat is er nog bij jou? Nou ja, wat ik zeg, het is nog heel onzeker, want er zijn nog veel te weinig aanmeldingen voor aankomend jaar. Ja. En als we niet meer cliënten krijgen, dan loop ik kans dat mijn contract niet wordt verlengd. Oh, ja, ja. Ja, je hebt gelijk, Simone. Weet je, ook wat betreft mijn baas, misschien moet ik ook gewoon op terugkomen. Gewoon aangeven waar mijn grenzen zitten. En nee, je hebt gelijk. Ja. Echt doen hebben.
Ja, ik heb het foldertje wel eens doorgebladerd, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, een paar keer. Ja, nee, ik ben absoluut geïnteresseerd, zeker weten. Maar ik was nog wel heel erg benieuwd wat ik zou krijgen voor mijn oude Ford als ik die in zou leveren tegen de BMW. Ja, meneer, wij geven altijd een hoge inruilwaarde. Bent u nu met de auto? Ja. Ja? Oh, dan kunnen we hem even bekijken. Oh, super. Ja, is kan goed. Ik er 12.000 euro voor geven. Als u hem inruilt, indien u akkoord gaat, kan ik hem over 2 dagen rijklaar hebben. Echt? Echt. 12.000 euro. 12.000 perfect! Euro. Dat was precies wat ik zelf in gedachten had. Wat goed! Wat kan mij het schelen? Ik koop hem gewoon. Ja? Ik doe het gewoon. Wat kan mij het schelen? Top. Ik doe het. Ik koop hem. Ik ga het geld naar hem over. En over 2 dagen kom ik hem gewoon ophalen. Mooi. Ja. Dank u. Fantastisch. Yes! Eindelijk! Ja! Yeah! I'm on top of the world. Hey. I'm on top of the world. Hey. Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile. Hey. Been holding it in for a while. Hey. Saying to me, baby, if I can. Been dreaming of this as a child. I'm on top of the world. Welkom in mijn nederige stulpje. Nou, nederig. Zit er anders warmpjes bij, hoor. Ja. Mensen zijn van mening dat je met 2 neusgaten beter ruikt. Dat is natuurlijk met 1. Oh. Dus je brengt hem naar de linkerhand. Oh. En dan teder naar het linker neusgat. En dan... Heerlijk, hè? Nou. Hoef je bijna geen slok meer te nemen. Nou, echt. Nou. Hey, cheers. Proost. Lekker, man. Hey, Max. Met Angelique. Ben je er niet? Ik was alleen vanavond en ik moest aan je denken. Had het zo gezellig hier gisteren. Wat? Ik dacht, dat kunnen we nog een keer herhalen. Bel je me terug? Angelique? Sorry? Hoe typisch dit. Een nette zakenman? Maar nee hoor, jullie zijn allemaal hetzelfde. Jullie allemaal! Je vergeet een handschoen. Ik vergeet een handschoen, oké? Okay? Doei, Max! Tot ziens, Bo. Met Max. Uw zoon. Ja. Nee. Nee. Natuurlijk. Ik kom niet eten. Natuurlijk niet. Nee, ik ben gek op gehaktballetjes, bietjes, aardappeltjes. Ik ben er gek op, maar... Luister, mam. Ik eet al jaren niet meer thuis. En u kookt... Ook helemaal niet meer. U heeft tafeltje, dekje. You're looking like you really like him. And now you're feeling like you miss him. You're speaking like you really love him. And now you're dancing like you need him, need him. And don't forget him, don't tell anyone what happened. There will be some other guy, the one that saves you. He can be your baby. If you take him, let me, let me. Baby, baby. You're looking like you really like him, like I. The one that saves you. Think of me your baby, baby. If you take him, let me, let me. Baby, baby. Yeah. Ben ik zo klaar mee. Dit moet stoppen. Weet je? Dat suffe boek, Noodstop. Misschien moet ik hier maar eens in gaan lezen. Niemand zal meer macht krijgen over mij. Kan. Waarom zou dat dan niet doen? Ik bedoel, kijk,
die 3-4 avonden in de week dat ik nu overhaal, of 5 af en toe. Kijk, dat zal ik natuurlijk moeten blijven houden. Maar aan de andere kant, dat doen we nou al zo lang. Dat zijn we inmiddels als gezin wel een beetje gewend met elkaar. Dus eigenlijk verandert er bijna niks. Hè? Ik ben hier vaak niet, ja, omdat ik me uit de naad aan het werken ben. Ja, om mijn gezin, om jullie het beste van het beste te geven. Waarom zie je dat nou niet? Het beste van het beste, Willem van der Plas. Noem je dit leven het beste van het beste? Nou, sorry, maar ik hoef dit niet. En Tim al helemaal niet. Jij, Willem, jij bent het beste van het beste. Maar wanneer kunnen we nou eens van jou genieten in plaats van die auto, de 3 laptops, de 2 iPads, de pasverbouwde badkamer en ik kan nog wel even zo doorgaan. Nee, Willem, nou wordt hij mooi. Je doet het niet voor je gezin. Je doet het voor jezelf. Er is vaak te veel te zeggen. En te liggen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen. Al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik leer. Ik weet niet hoe. Oceaan, om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. En mezelf niet meer bewijzen. Een oceaan, alleen van mij. Een oceaan, alleen van mij. Ik ga er nu gewoon wat van zeggen. Leontien, ik moet trouwens wat... Wacht, ik ook aan jou. Dat alarm van vorige week, hè, met die code, dat is dus weer misgegaan. Weet je wel hoeveel het me kost dat die mannetjes hier komen kijken voor niks? Oh nee, hè. Dom mens dat je bent. Volgens mij weet je helemaal niet hoe dat alarm werkt. Waarom zeg je dat dan niet? Nee, nee, wat vervelend. Ik wil weg hier. Keihard wegrennen. Oh ja, Bo, kom eens hier. Ja. Ja, ik vergat te zeggen. Mevrouw Konings, die jij altijd behandelt, die is heel erg tevreden over je en die wil graag door jou altijd behandeld worden. Oh. Goed gedaan. Echt wat leuk. Yes! Nice, Bo! Goed bezig! Zie je wel? Oeh, oeh! Toch nog geen complete loser. Hallo. Goedemiddag, meneer. Komt u de gootsteen repareren? Nee. Jammer. De auto moet nog APK gekeurd worden, Max. Als jij hem nou morgen even naar de garage brengt. Mam, je rijdt al jaren niet meer. Het is nog erger dan ik dacht. Wat is er nou zo erg, Max? Dat je dement bent! Dat er geen normaal gesprek met je valt te voeren. Dat je mij niet eens meer herkent, je eigen zoon. Dat ze je hier zo laten zitten, dat slaat toch helemaal nergens op. Hoezo regelgeving? Het is toch mijn moeder? Dan geef je dat toch als ik dat vraag. Een fontein vol van blijdschap. Ik heb de liefde. Van de Heere Jezus in mijn hart. Als je je best doet, maar niet slaat. Als je hebt wat je wilt, maar niet wat je vraagt. Als je zo moe bent, maar de rust niet vindt. De hoop verloren. Er is iemand die er altijd is. Weet hoe jij je voelt met dat gemis. Verdriet komt.
altijd is. Die weet hoe jij je voelt met dat gemis. Hij draagt jou en troost je. Dat ze misschien de financiën, dat ze die moeilijk rond konden krijgen. Het is niet gelukt. En that's it. Dit kan toch niet zomaar? Ze kunnen je toch niet zomaar aan de kant zetten? Kijk, dat het bedrijf, dat bedrijf niet zo lekker ging. Oké, maar dit is wel heel rigoureus. Je werkt er al een paar jaar. Ben jij de enige dan? Dit kan niet door, Simone. Dit meen je niet. We moeten hier wat mee. Kunnen we niet de bond inschakelen of nog een zaak van maken of zo? Hé, Simone, doet het je niks of zo? Ja, tuurlijk wel. Maar ja, feit is dat ik mijn baan kwijt ben. Punt. Dus daar zullen we mee moeten dealen. Mee dealen? Hoezo mee dealen? Ik wil hier helemaal niet mee dealen, Simone. Dit meen je toch niet? Simone, we moeten dat geld hebben. Wat nu? Ik moet even iets van meneer Groenik. Ja, sorry. Zoals u al weet, werk ik al meer als 10 jaar en 3... Nee, het is dan, hè. Het is dan. Zoals u al weet... Oh. Wat? Ongekend lekker. Je moet het liefst je ogen dicht en dan je moet een beetje smakken. Zodat er zuurstof een beetje door de mond gaat, dan proef je het beter. Nog beter? Proef je het? Dat is heerlijk, hè? Maar wat proef je dan? Hè? Daardoor? Ja, maar... Tandenplas. Juist. Heel goed. Waar kom je voor? Ja, meneer Groenik. Ik kwam niet alleen voor de dadels, maar ik... zoals u al weet werk ik al een hele lange tijd bij CPL Logistics. Uh-huh. En meneer, u weet, ik werk hard voor het bedrijf. Uh-huh. En ik heb ook hard voor het bedrijf. Ja, maar jaren heb ik eigenlijk nog nooit echt opslag gehad. En ik dacht daarom dat het gezien dat feit wel rechtvaardig zou zijn. En dat ik wel een opslag verdiend heb. En normaal gesproken loopt een... opslagprocedure ook per brief. Oh, motivatiebrief. Oh, dat ben ik helemaal vergeten, meneer. Die kan ik nog even voor u schrijven. Dat is helemaal geen punt. Ja, goed hoor. Van der Plas, doe geen moeite, want ik kan je bij deze al zeggen, jij krijgt geen opslag. Meneer, mijn vrouw is pas haar baan kwijtgeraakt. En nou is dat op zich niet zo'n probleem. Maar vlak daarvoor heb ik een spiksplinter nieuwe auto gekocht. Wat ook op zich niet het probleem is. Maar dat samen maakt dat ik echt niet probleem. Ik heb echt Wim Willem. Daar heeft het bedrijf toch niks mee te maken. Wow. Misschien is het toch niet helemaal goed. En toen had ik daarna ook nog die twee meiden die altijd samenkomen. Die altijd zich laten masseren. Die nemen dan echt afstand van mij. Alsof ze een beetje naar me zitten kijken. Ik ben het echt even zat. Dat gezeik over jouw onzekerheid. Elke keer dat gezeik. En het ergste vind ik nog dat je het bij de klanten neerlegt. Die hebben er helemaal niks mee te maken. Doe ik ertoe mijn gedachten maken mij zo. Hou mij vast. Kan het niet alleen. Til mij op.
ik ben kapot. Ik voel me klein. Verloren, maak mijn hart weer warm en heel mij. We won't know who we are, so we both. Max? En ik krijg je nog te goed, eikel. Zo, Bootje. Wie had je dan verwacht? De prins op het witte paard? De prins op het witte paard? Nee, natuurlijk niet. Ach, Bootje. Grow up. Jullie beiden. Grow up. Ja, meneer Groenik. Maar dat huisje, dat boompje en dat beestje, dat moet ik wel onderhouden van het magere salaris wat u mij betaalt. En met alle respect hoor, maar u heeft makkelijk praten met een riant salaris, een riant appartement, een BMW 7 voor de deur. Sterker nog, ik denk zelfs dat... Willem, weet je zeker dat je hiermee wilt doorgaan? Juist. Dames en heren, de oorzaak van de gemaakte noodstop is inmiddels bekend. Tot onze grote spijt is er iemand voor de trein gesprongen. We zijn aan het wachten op de hulpdiensten. Zodra die er zijn en het spoor weer wordt vrijgegeven, kunnen we onze reis weer voortzetten. Onze excuses voor het ongemak. Wat heftig. Bizar, ja. Goedenavond. Dit is de ANP Nieuws van 9 uur. Mijn naam is Frans de Wit. Vanmiddag is er een 52-jarige man uit Naarden voor de trein gesprongen bij het traject tussen Weesp en Amersfoort. Nadere inspectie wees uit dat het ging om Ed Bakker, voor velen bekend als oprichter van het miljardenbedrijf Toebeeld. Ben ik wat ik heb? Ben ik wat ik doe? Ben ik wat anderen van mij vinden? Wat doe je als je zekerheid wegvalt? Of als het niet gaat zoals jij wil? Jezus zegt, als je lasten je drukken en je vermoeid raakt, kom dan bij mij. Ik zal je rust geven. Volg mij, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zul je diepe, innerlijke rust vinden. Misschien ben jij wel moe van de druk om te presteren. Of ben je kapot van de manier waarop je naar jezelf kijkt. Of hoe anderen misschien naar je kijken. Misschien ben je het al zat om telkens te vergelijken en alles te zien wat je niet hebt. Wie weet is het tijd om een noodstop te maken. Om te stoppen met al die druk, chaos en onzekerheid.
en om ervoor te kiezen om je leven niet meer te baseren op wat je hebt, wat je doet en wat andere mensen van je vinden, maar om rust te gaan vinden bij God, want Hij kent jou echt. Je mag je vertrouwen op Hem stellen. Verder ben ik ook betrokken bij AVIF, een organisatie die zich met dans bezighoudt en landelijk netwerken verzorgt, erg goed. Ik spreek daar een keer en de tweede keer organiseren ze een soort van fusion dagen, waarin ze met elkaar willen leren improviseren met live band erbij. Daar ontmoet ik Sandra. En Sandra brengt mij in contact met Marie-Jeanne en Rianne. En daar gaan we vanaf 2017 weer een project mee doen. Ik heb dit keer met kerst heb ik niks. Verder ben ik druk met de politiek. En dat is gewoon, ja, dat kost me vrij veel uren nu per week. Het is ook heel leerzaam. En mijn dankbaarheid gaat dit keer naar Cornerstone. Het is bijzonder hoe ik daar uitgenodigd ben. Wat ik daar allemaal heb mogen en kunnen doen. Docenten die me toen uitnodigden in het begin, die zijn er geen eens meer. Dus heel mooi om daar 20 jaar lang betrokken te mogen zijn geweest. Dit was kort maar krachtig 2016, op naar 2017.